Onder voorbehoud van vergunningen en coronabeperkingen zal het Varend Corso op zondag 26 juni in de Hofstad te zien zijn. Op de startbijeenkomst van het evenement afgelopen oktober presenteert de organisatie een voorlopige route waarbij de zondag is gereserveerd voor Den Haag. Dat is niet zonder reden. Als we Den Haag op de zaterdag zouden doen en het gaat niet door, dan moet je gaan schuiven. Dus als je nou de twijfelaar aan de achterkant zet of aan de voorkant, kan je afknippen. Nou, de voorkant hebben we geen probleem over. De achterkant kunnen we zeggen, we knappen het af en hebben dus een vrije zondag. Wat zonde zou zijn, want dat willen we echt niet. We willen echt gewoon knallen met z'n allen. Maar dat is dus de reden. Het plan is om op donderdag 23 juni te varen naar Maassluis. Daar is dan ook een korenfestival. De volgende dag wordt koers gezet richting Vlaardingen, Schipluiden en Delft. Daar zal het 's avonds ook feest zijn en blijven de boten overnachten. Op zaterdag 25 juni volgt het rondje Westland en de zondag gaat men dus naar Den Haag. Het Varend Corso is door de coronacrisis in 2020 en 2021 afgeblazen. Het thema is Finally Showtime.